Hoi en welkom bij Beauty Gloss. Vandaag heb ik voor jullie een video waarin ik ga reageren op jullie vooroordelen over mij. Het lijkt eigenlijk een klein beetje op die roddelvideo's die ik maakte. Weet je wel, zo van wat zijn roddels die jullie over hebben gehoord en weet je dat ik het ontkracht of niet. Maar ook maar niet, want vooroordelen is echt zeg maar wat vind je van iemand en hoe komt iemand over. En op Instagram konden jullie insturen wat jullie vooroordeel was over mij en ik ga er vandaag op reageren. Mocht je me nog niet volgen, dan is dit mijn Instagram account en vergeet je niet te abonneren op dit kanaal Beauty Gloss en eventueel mijn dagelijkse vlogkanaal Vlog Gloss, want ik zag dat heel veel vooroordelen eigenlijk een beetje op basis van de vlogs waren, want daar zie je mijn leven buiten deze bubbel om. En ja, ik doe gewoon alles door elkaar en ik ga dat nu behandelen. Dus laten we beginnen. First of all is het behoorlijk confronterend om te lezen wat mensen van je vinden. Het is heel anders dan bijvoorbeeld kritiek die je krijgt onder video's. Daar is het vooral wie het hard schreeuwt en zo, weet je wel. Maar nu is het gewoon, dit is anoniem. Je kan anoniem iets insturen. En als je ziet dat anoniem veel mensen hetzelfde denken, dan zit er waarschijnlijk iets in. Ja, dan is er iets waar mensen dat denken. Dus daarom ook heel erg leuk, want nu kan ik daar ook op reageren en zo. Dus laten we het doen. Oké, het is echt heel veel. Het is meer dan 1000. Dus ik ga niet elke doen, maar ik ga de meest voorkomende doen. En als ik ze gekke tussendoor zie ook. Oké, let's go. Het allergrootste voordeel die echt het meest voorkomt, dat is dat ik arrogant ben. En ik vind dat, ik snap het wel, ik kan het me ergens ook voorstellen. Ja, en ik heb daar ook een soort van theorie over. Want ik vind dat je gewoon ook mag zeggen dat je ergens goed in bent. Of dat je het goed doet. En ik vind dat als je niet een beetje arrogant bent, dan zeg maar, je hebt het nodig om verder te kunnen komen. Zeker op zakelijk vlak. En ik vind dat vrouwen sowieso op het algemeen veel te veel zichzelf neerhalen en oh nee, maar dat kan ik niet en dit en dat. En dan weet je diep van binnen dat je het kan, maar dan durf je dat niet uitspreken. En ik ben heel erg pro, zeg dat gewoon en vertel gewoon, wees er trots op en zo. En ik kan me wel voorstellen dat je dat een beetje soort van arrogant kan vinden. Maar ik ben niet iemand die zich beter voelt dan een ander. Dat sowieso niet. En ik heb er echt een hekel aan als mensen zich zo gedragen. Echt onwijs, zeg maar, dat je zo verheven voelt boven een ander. Een beetje wel. Maar wat mij betreft op een positieve manier. Oh, een andere variatie hierop was dat ik een aantal berichten kreeg van mensen die zeiden dat ik me te goed zou voelen voor andere YouTubers die kleiner zijn dan mij. En dat vond ik wel een beetje jammer, want dat is dus echt niet zo. Ik vind echt, zeg maar, verhoudingen met mensen die, zeg maar, in het beginfase van hun carrière zitten. Zo, iedereen is hetzelfde, weet je wel. Ik behandel iedereen gelijk. Het enige, ik weet niet, ja, zou er dan toch een soort van rollen? Het enige wat wel zo is, dat als, ja, weet je, ik ontmoet verschillende YouTubers. Allerlei soorten, beginnende, mensen die al lang bezig zijn. Weet dat ik me nooit beter voel dan wie dan ook. Het enige is dat ik heel duidelijk, ik knap heel erg af op mensen die naar me toe komen. Hoi, Marcia. Ik kijk er zeg maar dwars doorheen als je een praatje met me maakt en vervolgens zegt, hé, maar wanneer gaan wij filmen? Weet je, en dat je dan, ik weet dan gewoon van, ja, dit is niet, het voelt niet helemaal oprecht of zo. En ik ben dan ook heel makkelijk om te zeggen, nou, voor nu even niet. Weet je, dat zit er even niet in. Ja, dat betekent niet dat ik op je neerkijk. Dat betekent meer dat ik eigenlijk niet zo'n zin heb om met iemand te filmen waarbij ik heel erg duidelijk door heb dat je eigenlijk alleen met me kon praten omdat je dan voor de clout komt, zeg maar, als het ware. Ja, ik weet niet. Ik kijk er doorheen, jongens. Serieus. Don't use me. Ik ben zoveel gebruikt al in mijn carrière. Ook voor dingen dat ik ben daar gewoon heel makkelijk in om nee te zeggen. En dat is echt niet omdat ik jou een stom persoon vind. Maar dat is meer omdat ik, zeg maar, op dat moment voelt het niet helemaal oprecht, zeg maar. En dan zeg ik gewoon nee. En ik vind, once again, dat meer mensen dat gewoon eerlijk mogen zeggen. Altijd. Zeg gewoon nee. Als je het niet wil of als je denkt, nope, sorry. Misschien een andere keer. Misschien over een jaar of whatever. Zoiets. Also heb ik het ook wel eens gehoord van mensen, dan was ik ergens op een evenement waar bijvoorbeeld heel veel YouTubers waren. En was ik gewoon met iedereen aan het kletsen die ik ken en gewoon gezellig en leuk. En dan waren er ook mensen die niet per se, waar ik geen woord mee heb gewisseld, zeg maar. Die stonden aan de andere kant van de kamer of zo. En als ik dan achteraf hoor van, ja nou, ze is helemaal niet zo, want ja, ik heb niet met haar gepraat. Denk ik, ja maar ik kan me niet herinneren dat je poging hebt gedaan om met me te praten, weet je. Ik weet niet, zoiets moet ook, zeg maar, als je heel graag met me wil kletsen, loop gewoon naar me toe. En zeker met kijkers en zo. Dat was ook trouwens, die kwam een paar keer voorbij van, je voelt je te goed voor kijkers om een praatje te maken. Dat is absoluut niet waar. Dat is niet waar. Ik vind het echt super gezellig om kijkers te ontmoeten. Ik vind het gezellig met ze te kletsen. Het voelt gewoon altijd alsof ik een vriendin tegenkom van, hey, weet je wel zo. Ik heb echt gewoon
kijkers hebben mij gered in situaties dat ik me heel ongemakkelijk voelde. En dan zag ik een kijker en dacht, oh, alsof je je BFF ziet. Weet je, oh, thank you so God, you're saving me. Weet je wel, op dit moment. En als ik dat lees, denk ik echt, no, dat is zo niet waar. Dat is zo. En dat weet ook iedereen die mij kent. Die weet ik, oh, maar ja, die is altijd, zeg maar, heel gezellig met kijkers en zo. En ja, dat je het weet. Oh, kijk, het raakt me echt zo. Zo erg vind ik het als mensen dat zouden denken. Oké, okay, we gaan verder, snel. Trouwens, ik vind mijn make-up erg wit hier. Ik heb een beetje zitten experimenteren met een soort van glam look-ish. Ik weet het niet zo goed. Wij gaan door. Oh, eentje die ook heel veel voorkwam is, je bent rijk. Je bent heel rijk, je hebt heel veel geld. Je hoeft nooit meer te werken als je nu stopt. Dat is niet waar. Wat is rijk? Ik doe het absoluut goed. Arrogant, hè? Nee, ik zit financieel goed. Weten ook dat ik, zeg maar... vergelijk nooit jouw hoofdstuk 1 met iemand anders hoofdstuk 20. Dat zeg ik altijd met dit soort dingen als mensen zeggen... ja, maar je hebt dit en dit, denk ik. Ja, maar ik heb... ja, zeker met dit werk, weet je. Ik zit er al 12 jaar in ongeveer. En zeker in het begin, de eerste... nou, laten we zeggen 2 jaar ongeveer... heb ik er niks mee verdiend. Ik kom echt nog uit het stenen tijdperk... dat je niet eens kon verdienen met je video's. En dan gaanderweg ben ik een beetje gaan opbouwen en gaan verdienen... ja, en op een gegeven moment ging het goed. En het gaat goed. Het gaat nog steeds erg goed. Dus ja, ik doe het financieel gaat het prima met mij. Het is absoluut niet zo dat ik nooit meer hoef te werken. Nee, ik moet gewoon werken voor mijn geld. Elke maand weer. En weet je, ik ben een ondernemer, maar ja, het heeft ook zijn risico's. Want voor hetzelfde geld stopt nu. Komt er een wet dat het verboden is om te YouTube te maken en te adverteren en Instagram, weet ik wat allemaal. Ja, weet je, ik doe wel verschillende dingen, dat ook. Ik denk dat het heel belangrijk is. Als je een beetje goed wil rondkomen, is het ook belangrijk dat je niet op één punt focust. Maar bijvoorbeeld, ik doe YouTube, ik geef les, ik geef lezingen, boeken, planner, dat soort dingen. In ieder geval, ik verdien genoeg om mijn gezinnetje te kunnen onderhouden. En ja, ben daar heel blij mee. Overigens, ook een aantal mensen echt zeiden, je doet het alleen nog maar voor het geld. Nee, dat is zeker niet zo. Zeer zeker niet. Ik heb altijd tegen mezelf gezegd, ik ga niks puur voor het geld doen. Als ik het niet meer leuk vind, dan stop ik er gewoon mee. En dan ga ik gewoon wat anders zoeken om te doen. Ja, zo is het nou eenmaal. Zo is het gewoon. Ja, weet je, ik zit er niet in voor het geld, want... Het is best wel een risicovol bestaan, hoor. Ik bedoel, als je video's maakt en je bent online bezig... Kijk, ik ben content creator... Leuk, maar je kan de ene maand ben je zo en de andere maand weet niemand meer wie je bent. Heb je geen views meer, heb je geen adverteerders meer. Dus ja, ik denk dat ik heel ongelukkig zou worden van alleen iets doen voor het geld. Ik kreeg trouwens ook echt super, super leuke, lieve berichtjes. Dat je heel lief en zorgzaam bent. En even kijken, lief, leuk en grappig. En oh, heel zacht, aardig persoon. Thanks. Lief, dankjewel. Ja, ik weet niet. Ik heb altijd het idee dat ik een beetje twee kanten heb. Ik heb zeg maar mijn zachte... Eigenlijk ben ik een heel zacht, aardig, geeky, nerdy persoon van binnen. En, maar daartegenover kan ik ook heel hard zijn en bazig als het moet. Dus zeg maar, ik heb dat zeg maar ooit als conclusie gekregen. Ik ben een persoon die neemt de leiding als het moet. Want ik ben best wel lui. En dat kan echt veel voor. Je bent echt lui. En ja, daar heb je echt helemaal... Inderdaad, best wel een lui persoon. Wat mij betreft... ik ben niet perfectionistisch. Als het goed is, is het goed. En ik heb liever dat ik zeg maar iets meer chill kan doen. En gewoon lekker rustig aan kan doen. En dan maar niet pompen en achterlijk veel verdienen. Dan dat ik gewoon non-stop bezig ben om maar iets meer geld. Ja, ik weet niet. Daarom zo zie je al. Zeg maar, daarom is geld niet per se mijn drijfveer. Het is meer dat ik het leuk vind om creatief bezig te zijn. En vooral met mensen bezig te zijn. Iets te leren. Zelf te leren. Aan anderen te leren. Dus ja, ja, nee, lui is absoluut onderdeel van mij, lui zijn. Oh, trouwens, met lui hangt ook samen dat ik de hele dag niks doe. Dat vind ik een interessante theorie en ik denk dat het door de vlogs komt, omdat de laatste tijd ben ik veel thuis, werk ik veel vanuit huis ook en zo, en dat is allemaal heel bewust. Ik heb zeg maar naast zitten denken van, eigenlijk kwam deze ingeving al... Ooit, toen zeg maar Gregor nog voor een baas werkte, toen werkte hij 40 uur op kantoor voor een baas. Kwam hij elke dag zeg maar thuis om 6:30, was van 9:30 weg. Kwam hij thuis, plofte hij op de bank, ging hij even chillen, ging hij gamen. En ik weet nog dat er toen heel veel comments binnenkwamen met van ja, Gregor doet helemaal niks, de hele dag ligt hij te gamen. Toen dacht ik, hij heeft gewoon een baan, 40 uur. Alleen, dat zien mensen niet. Dus toen, ik weet nog dat ik voor het eerst toen dacht van, maar dat, je kan niet, je kan het niet laten zien. Zeg maar, ik kan niet laten zien dat hij dat het kent, zeg maar. En dat is eigenlijk
altijd al zo geweest. Je kan niet echt bepaalde dingen laten zien van werk. En wat krijg je dan? Op een gegeven moment film je dan alleen maar de stukken die niet per se met werk te maken hebben. Waardoor je een soort van een beetje vertekend beeld krijgt van wow, je bent altijd aan het chillen. Maar er komt echt wel werk bij kijken. Alleen op het moment dat ik de hele tijd 24/7 mezelf achter een laptop film, dan vinden mensen het saai in de vlogs. En dat is ook saai. Het is freaking saai om iemand achter een laptop te zien werken. Ja, dat is leuk. Misschien een versneld stukje van 10 seconden of zo. Dus ik snap het. En het is ook, ik werk ook veel minder. Ik heb mezelf... ik heb niet de pleuris gewerkt, maar ik heb mezelf echt wel gewoon veel laten doen. Heel veel verschillende dingen. Ook dingen waar ik bijvoorbeeld niks mee verdiende. Of juist in de min door ging. Maar dan dacht ik, dit is goed voor mijn carrière. Dit wil ik. En ik heb zoveel gedaan de afgelopen 12... Nou, laten we zeggen, tot ongeveer 2 jaar geleden. Die heb ik 10 jaar lang, heb ik zo freaking veel gedaan om mijn merk en mijn bedrijf op te bouwen. Dat ik vond dat ik het gewoon een stuk rustiger aan mocht doen van mezelf. Dat ik een soort van part-time mocht gaan werken. En dat is me, ja, het is me gelukt. Dus ik doe minder. Maar ik doe niet helemaal niks. Maar ik ben wel meer thuis. Ik ben voor mijn eigen mentale gesteldheid heb ik besloten om gewoon heel rustig aan te doen. Veel minder te reizen. Speelt van alles in mee. Bijvoorbeeld mijn mentale gesteldheid. Maar ook een stukje milieu. Weet je, dat soort dingen. Ik heb net ontdekt dat wij 6 maanden geleden voor de laatste vakantie zijn geweest. Burning Man. Een half jaar geleden. Nou, als je mij lange tijd volgt, dan weet je dat ik echt meerdere keren per maand wegging. En bijna elke maand een verre reis maakte. En dan was het of vakantie of werk, whatever. Maar onze vakantie was Burning Man. En ja, denk ik, misschien speelt dat ook mee. Dat mensen daarom denken, de content begint saai te worden. Want dat lees ik nu heel erg. Van ja, je hebt een saai leven gekregen, dit, dat. Denk, nou, misschien omdat we inderdaad niet zoveel meer reizen. En ja, het is een beetje dubbel. Want ik wil ook niet de aarde zoveel vervuilen en zo. Maar ja, dat is een hele andere discussie. Want dan beginnen we over van alles waarmee ik het wel weer vervuil. Maar goed, er komt wellicht heel snel een hele leuke reis aan. Ja, dat is de hint. Dus dat is wel weer leuk, denk ik. Hoop ik. Als jullie het leuk... Sowieso, laat even weten of je wilt dat ik meer reis of niet. Want dat vlogs en vind je dat leuk of niet. Want ik heb er een beetje een dubbel gevoel bij tegenwoordig. Dus weet dat ik het voor mezelf heel erg zo heb gedaan. Dat ik een soort van rust wil, chill wil. Weet je, wat wil ik nou eigenlijk met mijn leven? En dan zakelijk weet ik het wel. Dat is het vooral. Zakelijk weet ik het wel. Maar in mijn relatie weet ik het ook heel goed. Maar met mij persoonlijk ben ik heel erg soort van bezig. En rust. En tranquilo. Oh my god, heel veel mensen die denken dat ik lager opgeleide mensen dom vind. Dat is niet waar. En dat ik heb zelf VMBO, want er werd echt gezegd van jij vindt mensen VMBO doen dom. No, ik heb zelf VMBO theoretische leerkaart gedaan. Daarna heb ik MBO gedaan. Daarna heb ik HBO gedaan. Dus nee, ik vind je niet dom als je VMBO doet. En ik vind je ook niet dom als je MBO doet. Het is allemaal voorbij gekomen. Ik weet niet waar het op is gebaseerd. Want ja, ik ben echt de laatste persoon die dat vindt. Dus ja. Speaking of scholdingen, best wel het voordelen van mensen die denken dat ik dom ben. Ik kan het me voorstellen. Ik ben echt niet de brightest one in the bunch. Ik ben niet heel slim of zo. Ja, laat het zo zeggen. Ik ben HBO afgestudeerd. Dus ik heb denk een werkniveau van iemand die een HBO-diploma heeft. Ik vind mezelf niet dom. Ik ben niet hoogbegaafd. Ik heb zelfs een keer een IQ-test gedaan. Waaruit bleek dat mijn taalscore was 98. Zeg maar 100 is gemiddeld. Dus 98. Ik ben niet zo mega goed met taaldingen. Dat weten jullie vast wel. En mijn rekenkundige kant was 112. Nou, doe ik daar ook maar iets mee? Nee, naast mijn boekhouding. Maar ja, ik ben gewoon een soort van gemiddeld qua intelligentie. Is ooit getest. En ja, weet ik veel. Ik ben in sommige dingen wel echt dommig hoor. Maar ik ben wel ook heel leergierig. Dus als ik iets niet weet, vind ik het wel ook heel interessant om er wat over te leren en op te zoeken. En ik ben niet zeg maar dommig dat ik oogkleppen op heb en dat ik het niet wil weten. Ik wil het juist weten. Teach me, weet je. Oeh, deze vond ik ook interessant. Je doet vaak expres kinderachtig in je vlogs om kijkers te vermaken. Ja, en heel veel... Je bent kinderachtig. Ja... Nou, nee, niet de eerste vraag. Ik doe het niet expres voor de vlogs, maar ik ben gewoon echt kinderachtig. En
lo and behold, heb ik de perfecte partner gevonden. Die net als ik gek is op alles wat zeg maar squishy, poofy, funny, cutesy-achtig is. Ja, ik heb gewoon... Ik ben gek op kinderachtige dingen. Ik ben gewoon kinderachtig. Mijn humor is heel kinderachtig, heel plat. Ik weet nog dat ik in de brugklas helemaal geobsedeerd was door Teletubbies. Ik was echt de grootste fan ever van Teletubbies. Dat is voor baby's. Dus het heeft altijd al in me gezeten dat ik heel kinderachtig was. En dat is gewoon hoe ik ben. Ja, ja, ik vind ook... sommigen die zeiden van je doet je jonger voor dan je bent. Dat vind ik niet per se. En ik denk dat degene die dat zeggen zelf misschien jonger zijn. Want echt, geloof me, na je 21ste is iedereen gelijk. Het is niet zo dat op het moment dat je volwassen bent, 18 eigenlijk... dat je dan ineens heel zakelijk en geen grapjes mag maken. En ja, nee. Het is echt... hou die jeugdigheid vast. Want dat is fun. Dat is het leven. Ja, nee. Ik ben heel kinderachtig. Oh, heel veel over mijn afkomst. Dat ik Russisch ben en dat ik me daar misschien voor zou schamen. Omdat het niet echt terugkomt. Ook bijvoorbeeld dat ik meer Russisch kookte en nu niet echt meer. En dat is absoluut niet waar. Ik schaam me absoluut niet voor mijn afkomst. Anders zou ik niet regelmatig benoemen. Ik bedoel, iedereen die het kijkt weet waarschijnlijk dat ik Russisch ben. Dat komt omdat ik het vaak benoem. En het is wie ik ben. Ik schaam me er niet voor. Wat wel zo is, is dat ik ben natuurlijk... Ik ben sinds mijn vierde in Nederland. Ik ben echt met een hele Nederlandse cultuur opgegroeid. Weet je, het is niet net als bijvoorbeeld met de Turkse gemeenschap. Er zijn bijvoorbeeld veel Turkse mensen. Er zijn niet, zeg maar, in mijn omgeving, toen ik opgroeide, waren er niet veel Russische mensen. Met als resultaat dat ik gewoon heel erg voor-Nederlands ben, hoe ze dat zeggen. Maar ik voel me gewoon... Ik ben een Rus. Ik ben een geboren Rus. Alleen ja, weet je, zeker sinds ik uit huis ben. Kijk, toen ik thuis woonde was het iets meer, omdat ik natuurlijk met mijn moeder woonde. En ja, nee, ik schaam me er absoluut niet voor. En wat eten betreft, dat heeft meer te maken met vette cholesterol en boter en doordrenkt. Als ik elke dag Russisch zou eten, het is gewoon zo ontzettend lekker. En deegachtig en sugary en creamy en... Nee, dat is meer ter zelfbescherming dat ik dat niet regelmatig eet. But when I do, dan ga ik los. Heel veel mensen die hebben het voordeel dat ik ik kan het niet uitspreken. Materialistisch ben. Materialistisch. Ik denk dat het wel een beetje waar is, maar... Kijk, als ik denk aan materialistisch, dan denk ik aan heel veel designertassen hebben. Alleen maar in Gucci lopen. Het heel belangrijk vinden om merkkleding aan te hebben. En zo ben ik dan weer niet. Sterker nog, ik vind het eigenlijk echt belachelijk hoe duur sommige dingen zijn. Waar ik wel waarde aan hecht is gewoon bijvoorbeeld... Ik vind een mooie tas hebben fijn. Ik heb nu bijvoorbeeld twee mooie tassen. Ik heb mijn mooie Dior tas, die kocht ik 2 of 3 jaar geleden. En ik heb een Yves Saint Laurent tas en die kocht ik in de zomer vorig jaar. Dus ik heb 2 designer tassen. Over allebei heb ik een los video gemaakt met unboxing en hoe blij ik ermee ben... En dat is het ook echt. Dat zijn letterlijk mijn 2 designer items. En ja, ik vind dat dan heel mooi om iets moois te hebben. En dan doe ik er echt jarenlang mee. En hetzelfde geldt met bijvoorbeeld die Louis Vuitton Speedy die ik heel lang had. En ik heb wat mooie dingen, maar daar ben ik dan zo blij mee. En dat doe ik, die koester ik echt. En nee, ik weet niet. Ik denk materialistisch dat je dan heel veel waarde hecht aan dus gewoon luxe mooie spullen. En ik hou van kleding. Ik hou van beauty. I really do. Maar ik heb ook soort van mijn grenzen. Het is ook niet dat ik elke dag een andere outfit... Ik draag kleren 5, 6 jaar. Mijn favoriete kleding is allemaal tweedehands. Misschien een beetje. Maar ik vind niet dat het zeg maar de spuigaten uitloopt en het probleem is. En dat ik me beter voel dan... Ik weet niet. It's just stuff. Het zijn maar spullen. Maar ik hou zeker van shoppen. Een aantal mensen zeiden alles gaat perfect in je leven. No. Heb ik... Nee, ik geloof niet dat je dat beeld kan hebben door mijn vlogs. Echt niet. Dat kan echt niet. Oh my god. Hoeveel van jullie hebben gezegd dat je heel onschuldig overkomt, maar ondertussen ben je heel kinky. Het woord kinky? Oh my god. Ja, dat komt natuurlijk door al die Burning Man Orchidome verhalen. Maar ja, jeetje. Jullie bedoelen natuurlijk met zwepen en dat soort dingen. Dat is niet echt mijn ding. Ik heb een fijn seksleven. Laten we daarop houden. Sommigen denken dat ik smetvlees heb. Nee. Ja, ik ben gewoon denk ik gemiddeld daarin. Mijn man aan de andere kant, die heeft een soort van smetvlees. Yes. Dus nee, ik niet. Ik denk er wel. Meerdere mensen hebben gecomment. Je bent alleen naar Amsterdam verhuisd omdat het hip is. Of iets in die trant.
Nee, wij zijn naar Amsterdam verhuisd omdat ik hier al ruim 10 jaar regelmatig kom. Eerst 2-3 keer in de week, op een gegeven moment echt veel vaker. En op een gegeven moment elke dag, gewoon letterlijk. Dat je maandag tot met vrijdag afspraken hebt in Amsterdam. Zaterdag, zondag, bij vrienden in Amsterdam, feestjes, weet ik veel wat. Dus letterlijk het enige verschil is dat we nu niet een uur terug naar huis hoeven te rijden, maar een kwartiertje. Dus dat is letterlijk de enige reden waarom we naar Amsterdam zijn verhuisd. Het geeft zoveel rust en dat is echt niet omdat het hip is om in Amsterdam te wonen. Want dit is gewoon waar mijn werk is. Ik ben gewoon letterlijk... Het is letterlijk dat je, net als dat je vroeger wel eens hoorde, ja, we gaan verhuizen vanwege mijn ouders werk of iets in die trant. Dat is letterlijk de situatie. Ik ben vanwege mijn werk hierin verhuisd. Ik kwam al overal, zeg maar. Het is niet alsof ik nooit eerder in Amsterdam ben geweest. Oeh, heel veel mensen dachten dat ik rook of stiekem rook op feestjes. Nee. Nou, ook niet op een feestje of wat dan ook. Nee, ik rook niet. Geen sigaretten in ieder geval. En blowen, die kwam ook voorbij. Bijna nooit. Dat ik YouTube eigenlijk helemaal niet meer leuk vind, maar dat ik niet anders meer kan nu. Nee, dat is niet waar. Dat komt eigenlijk weer terug op dat ene van... Dat, ja, weet je, ik doe het zolang ik het leuk vind. En als ik iets niet meer leuk vind, dan stop ik ermee of bouw ik het af of iets. Maar nee, ik vind het nog steeds hartstikke leuk. En ik vind het fantastisch dat ik gewoon creatief iets heb waar ik mijn geld mee verdien. Oeh, heel veel die zeiden dat ik stiekem vast vlees of vissen eet. Nee, is niet zo. Nee. Wel is het zo dat ik eet thuis vegan en dan buiten de deur vegetarisch. En soms eet ik iets vegetarisch, maar nooit vlees of vis. Gewoon no. Ook niet stiekem, ik wil het niet. Dat ik dominant ben binnen de relatie, die kwam ook een aantal keer voorbij. Daartegenover zeiden ook weer mensen, je bent de onderdanige. Nee, ik ben eerder iets meer de onderdanige. Maar dat komt, denk ik ook... Dat is eigenlijk altijd een beetje zo geweest. Maar ik vind het een soort van prettig, omdat ik juist in mijn zakelijke leven best wel dominant kan zijn soms. En gewoon best wel goed weet wat ik wil en zo. En dan... Ja, ik weet niet. Het compenseert een beetje daarvoor dat ik het dan weer in mijn relatie prettig vind om gewoon... Ik weet niet. We zitten een beetje op één level hoor. Het is niet echt dat er een basis is. Maar ja, nee. Ik ga eerlijk zeggen, ik ben wel inderdaad wat onderdaniger. Dat is gewoon... Ja, dit is gewoon hoe ik het ook prettig vind in een relatie. Dus ja, that's how it is. Heel veel dat ik me druk maak om wat andere mensen van me vinden. Ik denk nee. Maar het natuurlijk, je blijft een mens. Maar ik moet zeggen, als ik zeg maar alles serieus zou nemen wat mensen van me zouden vinden, of als er iets wordt gezegd, naars of whatever, dan zou ik dit niet al zo lang kunnen volhouden als wat ik nu doe. Want hoe groter mijn bereik wordt, hoe meer mensen mij leren kennen. En dat heeft echt niet alleen te maken met zeg maar hoeveel abonnees je hebt of hoeveel mensen je op dit moment volgen. Ik bedoel, er zijn ook genoeg mensen die ik vroeger volgde en nu niet echt meer, maar die ken ik wel. Dus er zijn dan steeds meer mensen die je op een gegeven moment leren kennen en die vinden allemaal wat van je. En ja, daar moet je mee om kunnen gaan. En als je daar altijd mee zit, dan kan je niet dit doen als werk of als hobby überhaupt. Want ja, dit is echt... Het is een heel groot nadeel van het YouTube-bestaan en het online content creëren bestaan. Als je jezelf op de voorgrond zet tenminste. Dat er altijd wat van je wordt gevonden en altijd wat van je mening wordt gevonden. En ja, tuurlijk, ik ben menselijk, maar ik ben echt... Soms maak ik me zorgen om hoe erg mijn hart van steen is met zulke dingen. En dan denk ik echt... Waarom doet dit me nu niks? Ja, aan de ene kant denk je yes. Aan de andere kant denk je nee, niet goed. Want ik moet ook soms soort van juist wel iets met die emoties kunnen doen of zo. Dus nee, het doet me denk ik niet zoveel als veel mensen denken. Dat ik online anders ben dan in het echt. Nou, er zit wel een duidelijke overlapping in hoe ik in het echt ben. Als je de vlogs volgt, dan zie je ook wel dat ik zeg maar... iets rustiger denk ik ben in het echt. Je staat toch altijd aan als je een video opneemt. Ik denk dat iedereen dat heeft als jij nu met je telefoon een filmpje moet maken voor je 30 beste vrienden. En daar moet je een mededeling doen, dan ben je ook altijd even oké. Zo, nou dat is dus eigenlijk hetzelfde met YouTube. Alleen kijken er 100.000 mensen mee. Dus je bent zeg maar wel, je bent je heel bewust van het feit dat veel mensen kijken. En dat je iets leuks ervan wil maken. Dus je bent altijd net even een standje meer zo, zeg maar. Maar... In the end ben ik gewoon eigenlijk gewoon mezelf. Het is niet dat ik een typetje speel of zo. Wat ik wel merk is dat het verschilt per soort video. Als ik zeg maar, zoals dit is best wel een persoonlijke video. Daar praat ik anders dan bijvoorbeeld bij een make-up tutorial. Wat ik bijna niet meer doe trouwens. Omdat ik daar dan weer meer soort van uitleggend iets ben. En nu ben ik meer over mezelf aan het kletsen. En
Ja, het verschilt een beetje per video. Maar in die end is het altijd dezelfde persoon die het doet. It's me, the real me. Dat ik me soms kan aanstellen. Ja, ja, ik stel mezelf echt wel eens aan. Ja, ik ben ook heel goed in overdrijven. Maar niet tot het... Ik haat liegen. Haat. Dus ik ben niet iemand die liegt. Maar soms dan zie ik mezelf terug in de vlog. Dan denk ik... En dan denk ik... Jezus, ik was echt zo aan het overdrijven. Maar oké. Oh my god, beetje bekakt. Nou, eerder tegenovergestelde. Ik kan veel grote campagnes krijgen met merken, maar ik wijs veel af. Ja. Tegenwoordig echt meer dan ooit. Oh, zo lieve berichtjes. Ook gewoon mensen die hebben gestuurd van... Wat is jouw vooroordeel? Ik veroordeel niet, want ik ken je niet. Weet je, dat soort dingen. Echt gewoon wel... Dus je denkt... I like your way of thinking. Dat je niet snel schaamt. Klopt. Ik schaamte is... Op een gegeven moment bereik je een punt in je leven... En dan boeit niks je gewoon meer. Dan boeit het je allemaal niet meer. Gewoon dat hele, beschamend. I don't care. Sommige mensen die denken dat ik autisme heb. Nee, nee. Geen, ik vind je enig. Lief, het is zo leuk om al die lieve berichten te lezen. Ik ben altijd thuis en komt amper buiten. Nee, ik probeer wel elke dag wel naar buiten te gaan. Maar het is waar dat ik meer thuis werk. Oh, ik denk dat je stiekem een hekel hebt aan een heleboel bekende YouTubers. Die kwam ook een paar keer voorbij. Nee, dat is niet zo. Ik moet eerlijk zeggen, het niveau zeg maar van zeker YouTubers die al wat langer bezig zijn en zo. Het niveau ligt zo hoog. We zitten ook letterlijk met echt 30 YouTubers in een appgroep bijvoorbeeld. Waar we van alles naar elkaar appen en zo. En iedereen gaat op zijn minst professioneel met elkaar om. Zeg maar, dus zeg maar, ook al ken je elkaar niet goed, ga je op een professioneel niveau met elkaar om. En ja, met sommigen word je gewoon hele goede vrienden. En met sommigen blijft het gewoon ook professioneel. Maar ja, nee, ik heb niet dat ik mensen haat of niet aardig vind of zo. Of het zijn gewoon mensen waar ik misschien niet per se gelijk mee klikt of zo. Maar ja, nee, ik ben oké. Voor zover ik weet tenminste. God, wat een hoop comments over... Stupid comments over kinderen krijgen. En ben je niet te oud om nog kinderen te hebben? Je bent veel te oud en je hebt spijt van dat je niet jong kinderen hebt gehad. Echt, shut the fuck up. Oké, we gaan door. Oké, dan is er één voordeel. En die vind ik echt zo erg. Zeg maar, van alle voordelen die er zijn, is dit de meest tegenover... Ik kan hier echt nu huilend om weglopen. Dat vind ik zo erg dat mensen dit denken. En hij is zo vaak voorbij gekomen... Namelijk dat mensen denken dat ik gierig ben met eten. Oh my god! Ik vind zeg maar het zo belangrijk dat mensen altijd genoeg eten hebben. Als je bij ons thuis komt, krijg je een bord eten. Vragen wat je nog meer wil eten. Maken we eten? Bestellen we eten? Gaan we naar de winkel voor eten? Eten? Mijn leven draait om eten. Gastvrijheid staat bij mij erg hoog. En dat komt vast en zeker door mijn Russische roots. Want dat is inderdaad bij mij thuis altijd aangeleerd. En ik vind het zo erg dat mensen denken dat ik gierig ben met eten. Oh my god, je kan er niet verder naast zitten, zeg maar. Dus nee, ik ben niet gierig met eten. Maar ik kan me wel voorstellen dat je dat denkt. Omdat, dat zal wel komen door mukbangs. Waar ik wel heel overduidelijk zeg van... Oh, dit is mijn sushi, dit is jouw sushi. En het komt omdat ik natuurlijk geen vlees eet en geen vis en vegan of vega eet. Dus ja, ik denk dat iedereen die zeg maar vegetarisch of vegan is wel herkent als ik zeg van, weet je wel, van ho, maar die is voor mij. Maar dat komt niet omdat ik gierig ben, maar dat komt omdat als die ander van mijn vegetarische ding gaat eten, dan heb ik minder eten, want ik kan niet van het vleesding eten. Dus je gaat automatisch al heel snel zeggen, dit is mijn deel. Maar je mag eten, dat sowieso, weet je wel. Maar het is meer van, hou er even rekening mee. Nee, oh my god, ik vind deze echt het allerergste van allemaal. Oké, en als laatste dat ik lomp ben en slungelig en klungelig. En dat klopt 100% volledig. Ik ben echt de grootste kluns op aarde. Ik ben lomp. Als je mij in het echt ziet, dan zal je ook zien van... Jij bent helemaal niet zo elegant. Als ik, want ja, je doet beauty dingen, dat zal wel elegant zijn. Nee, vooroordeel, no, I'm not. Ik ben groot, lomp. Ik gooi dingen om. Verder weg van charming en elegant. Ook al zou ik willen. Je ziet het terug in mijn bewegingen. Je ziet het al in mijn handbewegingen, zeg maar. Ik ben echt, ja, lomp. Dat klopt, ik ben heel erg lomp. En dat was de video over voordelen. Er zijn er echt heel veel binnengekomen. Ik heb geprobeerd zoveel mogelijk voordelen te behandelen die meerdere keren gezegd zijn ook. Dus ik hoop dat ik hiermee wat antwoorden heb kunnen geven op jullie brandende vooroordeel. Vragen? Nee, voordelen. Dat ik jullie misschien wat meer mijn echte ware aard heb kunnen laten zien. Maar eigenlijk hoop ik dat ik dat al een beetje kan doen met mijn vlogs en zo. Maar ja, mocht je dus dat kanaal nog niet volgen, check Vlogklos. Daar zie je het leven waar ik het over had.
Dat zie je daar dagelijks. En op dit kanaal is het iets meer praatvideo's, beautyvideo's, dat soort dingen. En ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Bedankt voor het kijken en doe een duimpje omhoog als je hem tof vond.